begint vaak met hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn, hoesten, een loopneus, hoofdpijn, ja, algemene malaise zoals dat heet. Je voelt je gewoon echt belabberd. Vooral die hoge koorts onderscheidt een gewone verkoudheid van de griep. Deze huisarts in Leiden heeft dus een handenvol aan. Er zijn meer ziektegevallen. De griepgolf duurt ook langer dan in voorgaande jaren. En de symptomen, vooral het hoesten, dat is bij sommige mensen duurt het ontzettend lang. Het kan wel heel heftig opzetten. Vanuit het niets eigenlijk en dan in één keer misselijk. En toen ook echt koorts en rillen. En... Ik ben wel heel erg als diarree geweest. Maar ja, mijn zoon heeft er heel veel overgegeven erbij. Mijn vriendin die heeft het ook daarna gekregen en mijn kinderen hebben er ook last van gehad. Dus. Heeft u de griepprik gehaald of niet? Ja, ik ook gehad. Maar ja, hij heeft niks geholpen. Hier bij de dokter. Het zijn andere stammen waar tegen is ingeënt. Dit is een mutant en die is pas sinds maart vorig jaar bekend. Nou, die vaccins die waren daar niet op afgestemd. Maar wat moeten we dan doen om geen griep te krijgen? Hoesten doe je in je mouw. En bij voorkeur geef je elkaar geen hand. En als je toch in je handen hoest, was dan je handen even voordat je iemand een hand geeft. Volgens mij beter om het op een gegeven moment gewoon maar te ondergaan. En flink uitzieken en dan gewoon weer doorgaan.